Elektriciteit, wind, kinetische energie, die hebben we al gehad. Maar wat missen we dan nog? Oh ja, water! En daar komen een aantal principes bij kijken die ik al in eerdere video's heb besproken. Volgende week vrijdag maken we een pop-up moederdagkaart. En om jou ervan te verzekeren dat jij alle spullen in huis hebt die je daarvoor nodig hebt, hebben wij weer een MediaLab maaktas voor je samengesteld. Dus bestel nu alvast je maaktasje, link in de omschrijving, dan zit je er volgende week helemaal klaar voor als we aan de slag gaan. Vandaag maken we een bootje waarbij we door middel van een elastiekje kinetische energie opslaan. En vervolgens met een kleine propeller de aandrijving van het water gebruiken om ons bootje vooruit te laten schieten. Ook wel bekend als, ja zeg maar, voortstuwende kracht. Die kennen we nog wel. Ik zeg, laten we maar gelijk aan de slag gaan. Dit heb je nodig. IJstokjes, een elastiekje, een liniaal, potlood, scherp mesje of een schaar, een zaagje, schuurpapier en sterke lijm. Meet af waar de helft van het IJstokje zit en snij of knip hem doormidden. Pak nog 2 stokjes om de basis van je boot te leggen. Deze basis ga je verstevigen. Knip daarvoor 4 stokjes op maat. Even breed als je bootje. Bevestig ze daarna 1 voor 1 met de lijm. Zorg dat ze echt goed strak naast elkaar zitten en dat je ze flink aandrukt. Ook de onderkant ga je vastzetten door 2 stokjes dwars op te lijmen. Daarna bevestig je 4 mini-stukjes, zodat je ongeveer een centimetertje overhoudt in het midden. Daar komt straks je elastiek. De onderkant van je boot maak je af door een stokje net wat korter af te knippen dan de basis van je boot. Doe dit 2 keer en lijm ze stevig vast. Goed aandrukken! Draai je bootje om en lijm nog 2 kleine stukjes hout vast. Kijk, dat ziet er netjes uit. Dit is de basis van je boot. Nu maken we de propeller. Knip 2 stukjes hout af die in het gat van je boot passen. Daarna maak je precies in het midden 2 inkepingen met het zaagje of met het mesje. Dit doe je zodat je ze in elkaar kunt schuiven tot een propeller. Als het nodig is, schuif je de randjes wat bij. Oké, let op. Doe hierbij extreem voorzichtig of vraag hulp van een volwassene. Ik vind het mooi om de randjes van mijn bootje een beetje bij te werken. Dus ik snij en knip de randjes bij. En ik gebruik het schuurpapier om de punt en de zijkanten mooi af te ronden en om het geheel glad te maken. Als je klaar bent met schuren, pak je het elastiek en steek je het door de opening van je bootje. En haak je hem aan de stokjes aan de achterkant. Plaats daarna de propeller tussen het elastiek en dan zou je hem aan moeten kunnen draaien. Bij mij zat de propeller net niet lekker in het midden, dus ik plaats nog een klein stukje hout om te zorgen dat mijn elastiekje wat hoger uitkomt. En dat werkte. Dus schaaf hem bij en pas hem aan waar nodig en als het goed is, is je bootje dan klaar voor gebruik. Draai de propeller zo vaak als je kan en dan nog 1 keertje extra. Hoe verder je draait, hoe langer die vaart. Als je je boot loslaat in water, schiet die vooruit.
Nu je hem gemaakt hebt, snap je ook beter welke natuurkundige principes er van toepassing zijn. Het is dus eigenlijk een combinatie van alles wat we in de afgelopen video's hebben behandeld. Maar je hebt vooral ook een heel leuk bootje om mee te spelen en te experimenteren. Beter nog, je hebt hem niet alleen zelf gemaakt, je hebt ook nog eens al je materiaal gerecycled. Goed bezig! En als je nou nog niet alle stokjes bij elkaar hebt, is het een goede reden om een extra ijsje te vragen. Dubbel winst! Volgende week vrijdag maken we een pop-up moederdagkaart. Dus bestel nu alvast je maaktasje, link in de omschrijving. Dan zit je er volgende week helemaal klaar voor als we aan de slag gaan. En dat zal voorlopig het laatste videootje zijn in deze serie van how-to video's. Maar vanaf mei start ik met een nieuwe serie waarin ik jouw zelfgemaakte games ga testen. En heel veel meer kan ik daar nog niet over vertellen. Dus hou het in de gaten. Bedankt voor het kijken en ik zie jou volgende week weer.